Het is 99 Luftballon wat de klok slaat, want binnenkort komt er weer een nieuw Wolfenstein uit. Namelijk Wolfenstein 2, de New Colossus. En in die game speel je in een alternatief universum dat de Duitsers hebben gewonnen en jij moet ze verslaan. Keiharde actie. Naast me zit Tom Kouwenberg. Dit is Peter Bouwman. En jij mocht urenlang aan de slag met de game. Ja. Of uren. Nou, het was een goed uur. Ik had een goed uur aan capture ook gewoon. Wat vet. Ja. Check die video. Ja. En, want we hebben ook gameplay commentaar. Natuurlijk, zoals echte YouTubers betaald. Ja. Hoe heet het? Wauw, vet hè? Ja. Wat hard ook. Het is hard. Dat is wat de klok slaat. Want de klok slaat zijn echt gewoon Duitsers in de pan mappen. Nee, maar dat is echt. En dat wordt grafisch ook visueel behoorlijk expliciet weergegeven. Ja, zoals het hoort bij Wolfenstein. Ja. Sinds ze die reboot hebben gehad van de hele franchise, hebben ze dat omarmd. De bloederigheid, het foute ervan hebben ze heel erg mooi een soort van selling point gemaakt. Ja. En heel veel mensen zijn er natuurlijk helemaal wows van, want het is lomp, het is hard en het is ook wel een beetje een soort van old school shooter. Het is niet zo van achter een dekkingje zitten de hele tijd en even dan omhoog komen en dan naar de volgende dekking toe lopen. Het is wel echt run and gun. Ja, ik miste dat op dit moment heel erg bij heel veel shooters. Je had Duke Nukem Forever, niet zo'n goede game, maar die deed dat wel. Nee. Maar ook bijvoorbeeld een Rage deed dat heel erg, dat je echt dacht van ik moet er puzzels oplossen in een game. Soms zijn ze een beetje shallow, maar het was meer gewoon schieten zoals we dat vroeger deden dan zoals we dat nu doen met tactisch en whatever en achter muurtjes en blablabla. Het verbaast me dat je Doom niet noemt, want Doom is natuurlijk al helemaal de terugkeer naar zo'n oude lompe shooter. En sterker nog, Wolfenstein 2 en Doom draaien nu ook op dezelfde engine, dus het ziet er ook allemaal een beetje vloeiend uit. En ik weet niet wat die engine doet, maar volgens mij maakt het bloed heel veel makkelijker om te renderen ofzo. Dus, in ieder geval, dat lijkt erop. Een bloederige engine. Ja, nee, dat zeker ja. Het ziet er daarin wel heel hard uit. Ik vind het ook heel mooi. Ik moet zeggen, ik vind het niet overdreven mooi. Maar het vuur trouwens. Het vuur en de lichteffecten zijn inderdaad wel echt dat je denkt van wow, als het donker is. Meestal zijn games op het moment dat het donkerder wordt, weet je, dan zien ze er niet zo heel fraai uit. Maar in Wolfenstein heb je zo'n donker New Seattle of zo. Mooi Seattle moet je natuurlijk zeggen. Ja. Met zo'n vlammenwerper doorheen heb je wel zoiets van wow, oké, dat ziet er echt super gaaf uit. Ja. Dus wat dat betreft is het heel goed, maar het is niet weet je wel, niet in de textures of in het oog voor detail zou je niet zeggen van wow, er zit heel veel hele mooie dingetjes in. De levels zijn ook wel aardig groot, maar daarin niet van. Ik zou niet zeggen dat er daar overal in elk hoekje iets te beleven is. Soms zijn er area's waar je gewoon snel doorheen wil rennen om nazi's kapot te knallen. Ja. En daar draait het ook om. Wat heb je gespeeld? Waar in het spel zitten we? Want je bent natuurlijk BJ Blazkowicz. BJ Blazkowicz. De meest Amerikaanse manly man die er maar is. Ja. En die de Duits moet doodmaken natuurlijk. Ja, dat iemand moet het doen. Iemand moet het doen. Ja. Hij is de gelukkige. En waar was je? In Seattle. Ik had het idee dat het een paar uur in de game is, want ik zag geen begin. Het was geen beginmissie. Ik geloof dat de beginmissie in een rolstoel is, wat ook al echt fantastisch klinkt. Heb ik gespeeld. Ja, die heb jij dan weer gespeeld. Dit was een nieuw stukje gameplay, dus het was iets verder. Maar het is net voordat we Horton Boone ontdekken, die misschien ook wel in trailers wat mensen is opgevallen. Dat is dus echt een soort van bijna een soort van hippie-achtige jazzpriester die New Seattle met zijn eigen resistance probeert te bevrijden. De hele aparte synergy zit daarin. Maar het is de game is wat verder in de demo dan jij misschien hebt gespeeld, zeg maar. Het is een nieuwe beeld, maar er waren wel een aantal ook nieuwe dingen voor ons om te beleven. Waarvan niet allemaal in de game zomaar komen. Want wij kregen de vrijheid om bijvoorbeeld 3 verschillende trades aan te nemen. Heel veel verschillende upgrades alle wapens te zetten. Maar dat was specifiek voor de pers zo gedaan dat we dat allemaal uit konden testen. Journalissimo is ook extra makkelijk gedaan. Ja, natuurlijk ja. Goed gamen. Ik kon alleen maar headshots schieten. Echt. Heel gek. Als ik mis wou schieten, ging ik toek in één keer. Dus, nou ja, okay. Maar wat voor trades bijvoorbeeld? Wat kun je daarin doen? Een aantal leuke dingen die er waren zijn bijvoorbeeld, je hebt stelten. Je kunt een soort van enorme op een enorme soort van stelte springen en dan rondlopen. En dan kun je natuurlijk heel makkelijk over dingen heen springen, maar ook nazi's van bovenaf in de kop knallen. Optioneel was ook de soort van juggernaut modus, waar je door bepaalde muren heen kunt rennen, wat op zich wel echt super ruig voelt. Ja, omdat in die game ben je vaak runnen en gunnen en dan doen, weet je, gewoon rennen, bam, 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 doorrennen. En als je dat chained met een paar keer door een muur heen lopen, dan voel je je wel echt een badass. Ja. En optioneel is dan ook nog een andere soort van meer stealth trade. En daarmee kun je door hele kleine buisjes en gangetjes, bijvoorbeeld een halve riolering kon je dan doorheen, maar dan kun je alleen met die trade. Ja, dat is als je wat meer, zeg maar, ongezien langs enemy lines wil komen. Je Dishonored vibe. Nou ja, ik hou heel erg van stealthy spelen in games. Ik moet zeggen dat bij Wolfenstein, je kunt dat wel proberen, maar 9 van de 10 keer, weet je wel, word je gezien? Ja, je wordt wel gezien. Trouwens, wel een leuke mechanic met als je gezien wordt, dat is natuurlijk dat de tijd dan even langzaam wordt, zodat je heel snel iemand in het hoofd kan poppen, zodat hij je niet ziet, of dat je snel weer terug kan duiken en het nog een keer kan proberen. Mooi. Maar nee, ik vind het heel fijn om stealthy te spelen, lukt het hier niet echt in.
Maar als het lukt, is het wel vet trouwens. Ja, nee, ja, sowieso. Want met zo'n hatchet gewoon echt eerst gewoon in een knie hakken, zodat een Duitser neervalt en dan in de nek. Jezus. Het is, ja, dat is aardig lomp. Een spel voor 18 jaar en ouder. Ja, zou je zeggen. Zou je zeggen. En dat is ook wel apart dat hij dan naar de Switch komt, weet je wel. Ja, want daar, hij staat hier niet voor niks. Ja, we hadden net een Mario Odyssey preview, dus daar stond hij nog van. Maar het is niet helemaal toevallig. Nee, het is zeker niet toevallig, want de id Tech Engine draait blijkbaar gewoon ook heel goed op Switch. We hebben het kunnen zien met Doom. Ik heb het met Doom al mogen ervaren. Wolfenstein komt iets later naar de Switch dan Doom, maar dat maakt niet uit. Je kunt straks gewoon mobiel naties neermaken. Ja, dus naast PlayStation 4, Xbox One en PC ook op de Switch. Hoe speelt dat? Is het... Dat heb ik niet gespeeld. Ik heb Doom dan op de Switch gespeeld en dat speelde wel erg lekker. Maar dat is wel, ja, je kunt merken hoe ze concessies maken met de Switch. Kleine scherm en zo. Ja. Oké, je bent tevreden. Het is niet helemaal jouw type game. Nee. Ik zei het al in het gameplay commentaar. Ik snap waarom Wolfenstein heel tof is, maar omdat ik heel erg hou van stealthy spelen en heel tactisch en dat lukt gewoon nooit, is het gewoon niet aan mij uitbesteed. Nou, voor elitaire Tom is het... Ja, met een rond glas wijn. Ja, zeker. Voor het volk zoals ik is het een fantastische shooter, denk ik, want het wordt wel keihard. Ja. Maar of het echt zo vet wordt en hoe lang het duurt en wat de minpunten echt zijn, dat lees je natuurlijk en dat zie je in de review als de game uitkomt. Dat is toevallig op dezelfde datum als Super Mario Odyssey. 27 oktober komt ook de 6 Creed uit. Het wordt een drukke dag. Het wordt een hele drukke dag. Vooral voor ons. Gaan we een nachtje doorhalen? Ik denk het, dat we gewoon heel veel gaan gamen. Check dan vooral gamersnet.nl voor het laatste nieuws. Trailers, reviews, video reviews. Gameplay. Gameplay commentaar. En volg ons op alle social media. En geef dat duimpje als dit via YouTube kijkt. Dit was Tom, ik ben Peter. Auf Wiedersehen. Tschüss.